In het kader van mijn onderzoeksmaster Literary Studies heb ik onderzoek gedaan naar twee 18e-eeuwse stroomdichten. Het zijn gedichten die ook gericht zijn op een rivier die vanuit het platteland richting de stad stroomt. En ik ben eigenlijk een van de eerste geweest binnen de Nederlandse literatuurgeschiedenis die onderzoek heeft gedaan naar dit soort gedichten. En ik heb het gedaan door te kijken naar Engelse studies over riviergedichten. En ik heb toegepast wat er in die Engelse studies gebeurt op Nederlandse gedichten. En wat heb ik nou gevonden? Uit de twee gedichten die ik bekeken heb, de Rottenstroom van Dirk Smits en de Amstelstroom van Nicolaas Simon van Winter, daar komt eigenlijk een beeld naar voren van de auteurs die een karakterschets proberen te geven van Nederland. En die karakterschets die is eigenlijk vooral gericht op wat je tegenwoordig de Randstad zou noemen. Dus alle grote steden in het westen van het land, vooral Rotterdam en Amsterdam. Maar wat is er nou zo interessant aan die twee gedichten als je ze naast elkaar legt? De Rottenstroom van Dirk Smits, die is er veel meer op gericht om te laten zien dat Rotterdam naast Amsterdam ook een centrum is in dit gebied. Terwijl Nicolaas Simon van Winter in de Amstelstroom, gedicht over Amsterdam, heel erg het beeld schetst van Amsterdam als een onbetwistbaar centrum van de Republiek. Dat is eigenlijk een soort van parallel die je ook nog vandaag de dag kunt trekken met spanning tussen het centrum van Nederland, de Randstad, tegenover de regio. Die twee die willen nog wel eens botsen in het huidige politieke beleid. En dat was dus niet alleen tegenwoordig, maar ook vroeger al. En wat ik eigenlijk naast dat beeld van de conflicten tussen de regio en het nationale tegenkwam, was ook dat er heel erg een soort van machtsstrijd gaande is binnen die gedichten. Die gedichten zijn geschreven door twee redelijk welvarende heren die binnen de elite al hun weg konden vinden daar. En die schreven eigenlijk over die elite in die gedichten als een groep die hun rijke en hoge positie verdiend had, omdat ze veel geld hadden, omdat ze erg veel handel dreven. Ze konden mooie buitenhuizen betalen en bovendien was die positie hen gegeven door God. En daar staat ook tegenover dat de arme bevolking die in die gedichten naar voren komt, dus de boeren, de arbeiders, die leven in armoedige dorpjes, in kleine boerderijen, die werken hard. Die hebben het dus eigenlijk, als je dat objectief bekijkt, best wel slecht. Terwijl eigenlijk in die gedichten hun rol ook goed gepraat wordt, doordat de auteurs die levens van die arme mensen beschrijven als gegeven door God. Dus ze zullen daarin moeten berusten en het is goed dat het zo is.